Ja, mooi. Dat is gelukt. Oké, nou super. Gaan we inhoudelijk beginnen aan de webinar. Welkom allemaal nogmaals. En fijn dat jullie deze avond even wat tijd willen vrijmaken om te luisteren naar mij, maar nou vooral naar Helena en Emma, die straks uitgebreid aan het woord gaan komen. Met alles wat er gezegd wordt, als er tussendoor vragen zijn, stel ze gerust in de chat. Dan proberen we te beantwoorden. Mocht dat tijdens de webinar niet lukken, dan komen we daar zeker ook op een later moment nog op terug. Dus weet in ieder geval, mocht je niet direct antwoord krijgen, dan we komen er zeker op terug. Kijken of dit werkt. Ja. Ja, ik wil even beginnen met een quote die misschien voor een aantal wel bekend is en voor een aantal niet. Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance. Een quote van een bekende werknemster van Netflix. Eigenlijk inmiddels ook alweer een beetje achterhaald, heb ik laatst begrepen, want dat stuk gelijkwaardigheid mist in deze quote. Maar het laat in ieder geval wel zien wat het is. Diversiteit, met z'n allen ergens aan bezig zijn en inclusie zorgen ook dat mensen deelnemen eraan. Wat wel een mooie om in je achterhoofd te houden. Badminton Nederland vindt dit een belangrijk onderwerp, want de visie van Badminton Nederland is: badminton is van en voor iedereen. En iedereen moet zich ook welkom voelen binnen onze sport. En dat is ongeacht huidskleur, religie, ras. Er staat hier een rijtje genoemd en die is ongetwijfeld nog verder uit te breiden. Maar het idee is: iedereen moet zich welkom voelen bij ons. En zo willen we ons profileren, zo willen we ook ons uitstralen naar buiten toe, naar iedereen, naar de verenigingen. Dus dat is een visie die wij als Badminton Nederland voorstaan. En dan kom je eigenlijk ook al wel op een beetje op de vraag van: ja, maar wat is diversiteit en inclusie dan? We hebben hier een vorige keer ook al wel een beetje bij stilgestaan in het vorige webinar. Ik wil er toch nog heel eventjes op terugkomen. Het is sowieso een groot begrip, een containerbegrip heb ik ook wel eens gehoord. Maar ook een begrip wat niet echt vast omkaderd is. Je ziet het in deze cirkel naar buiten toe, zie je het een beetje wegvagen, vervagen naar de buitenkant toe. En zo is het ook eigenlijk ook, want een aantal onderwerpen zijn heel duidelijk en zal denk ik iedereen wel beschouwen als diversiteit of inclusiviteit. En voor een aantal onderwerpen ligt dat wat genuanceerder. Dan zou je kunnen zeggen, voor de een is dat helemaal geen onderwerp voor een discussie voor diversiteit en inclusie, en voor de ander juist heel erg wel. Dus het is niet iets vast omkaderds en waarvan jij denkt van: ja, dit is echt diversiteit en inclusie. Dat hoeft voor een ander niet zo vanzelfsprekend te zijn. Diversiteit kan je bijvoorbeeld zien in man-vrouw. Dat is denk ik een hele duidelijke. En niet alleen man-vrouw, maar bijvoorbeeld ook non-binair. En als je het gaat hebben over het vlak van meertaligheid, waar Emma straks wat over gaat vertellen, dan wordt het misschien al wat grijzer, het gebied van wat is dan wel divers en inclusief en wat nog niet. Dus dat is goed om je te realiseren op het moment dat je het over dit onderwerp hebt. Het kan heel veel zijn, het kan heel weinig zijn. Het is net de context en het kader wat je er zelf aan geeft, maar ook wat de leden van jouw verenigingen eraan aangeven. Ja, dat over deze. Nou, ik zei net al, Badminton Nederland vindt dit een belangrijk onderwerp. En wij doen hier dus ook het een en ander aan. Ik heb hier geprobeerd even een opsomming te geven van: ja, wat doen we er dan aan? Sowieso begint het bij onszelf. Als wij zeggen dat dit belangrijk is, dan moeten we dat ook uitstralen. Nou, we zijn bezig om dit op te nemen, diversiteit en inclusie op te nemen in ons handboek, in ons personeelsbeleidsdocument. En we hebben laatst met z'n allen op het bondsbureau een workshop gevolgd, divers vaardig bondsbureau, waarin onze vaardigheden op het gebied van diversiteit en inclusie werden getoetst, waardoor we voor onszelf inzichtelijker kregen van: ja, wat doen we al wel, wat doen we nog niet, wat zouden we bijvoorbeeld beter kunnen doen, hoe zouden we in onze communicatie inclusiever kunnen zijn, om zo onze vaardigheden op dit vlak ook nog verder te verbeteren en dat we die kunnen gebruiken in ons verdere werk ook richting de toekomst. Naast die voorbeeldfunctie die we zelf hebben, nemen we ook deel aan een aantal projectinitiatieven.
Zo nemen we deel aan onze club is van iedereen. Ook wel OCIVI afgekort. Dus als je de term OCIVI ergens hoort, dan betekent dat onze club is van iedereen. Daar zal ik aan het einde van deze presentatie ook nog even een paar minuten aan wijden. Een ander voorbeeld is de 4 V's voor sociale veiligheid. En dat doen we in samenwerking met instanties als NOC-NSF, maar ook met het ministerie van VWS. Dus dat zijn echt wel grote partijen die hier ook achter zitten. En het is niet zomaar een hobbyprojectje, om het maar zo te noemen. Vanuit Badminton Nederland hebben we ook een kernteam diversiteit en inclusie. Daar zitten een 6-tal leden in, verspreid over het land, ook divers qua achtergrond. En met dat team, waar ik zelf ook lid van ben en waar Dennis van werken we aan het bewustzijn rondom diversiteit en inclusie. En 3 andere speerpunten die we voor dit jaar hebben zijn het parabadminton, gender en seksdiverse personen, daar gaan we een richtlijn voor opstellen. Dat willen we eigenlijk in de eerste helft van dit jaar doen, daar zijn we dit moment druk mee bezig. En op het moment dat de richtlijn af is, willen we ons ook gaan focussen op meertaligheid. Om te kijken of we in ieder geval belangrijke documenten in het Engels kunnen gaan aanbieden. En wellicht op een later moment zelfs nog wel in andere talen. Maar dat is op een later moment voor de uitwerking. Dus dat is even in het kort wat Badminton Nederland op dit moment al doet aan diversiteit en inclusie. En dat is volgens mij best al wel redelijk wat. Dat is in ieder geval ook wat wij terug horen vanuit NOC-NSF. In vergelijking met andere sportbonden. Tuurlijk, het kan altijd meer. Maar volgens mij zijn we wel op de goede weg wat dat betreft. Bent van Nederland doet dat niet alleen. We hebben een heleboel verenigingen in Nederland die hier ook druk mee bezig zijn. De ene vereniging meer dan de andere vereniging. En dat is ook helemaal niet erg. Het belangrijkste is dat er aandacht voor is. En vanuit die optiek wilden wij heel graag wat praktijkvoorbeelden delen. Waar andere verenigingen zoal mee bezig zijn. En daarom hebben wij Helena Cox gevraagd om wat te vertellen over het Parkinson Badminton bij Marika. Dus die zal ik zo eerst het woord geven. En daarna gaat Emma van Dalen van Rudra United wat vertellen over de meertaligheid en de cultuurverschillen die binnen haar vereniging spelen. Maar daar zal ze zo meteen van alles over vertellen. Daar ga ik niet het gras voor de voeten wegmaaien. Voordat ik dat ga doen, wilde ik nog 1 open vraag stellen. En dat is iets waarover jullie kunnen nadenken gedurende de presentatie. En mocht er iets opkomen, zet hem vooral in de chat. Een open vraag aan iedereen. Wat kan Badminton Nederland doen om de bewustwording omtrent diversiteit en inclusie bij onze badmintonverenigingen nog verder te vergroten? En dat kan misschien ook zijn op onderwerpen die bij verenigingen spelen die ik nog helemaal nu niet heb genoemd. Juist graag, dat we dat ook in kaart kunnen gaan krijgen. Maar mochten er ideeën zijn over hoe we dit bewustzijn nog verder kunnen vergroten, deel ze alsjeblieft in de chat. En dan gaan we die proberen ook op te pakken en mee te nemen. En dat hoeft niet nu, dat mag gedurende de hele presentatie. En mocht het pas vanavond in bed of morgenochtend onder de douche komen, ook prima. Dan kan het gewoon worden gemaild naar info@badminton.nl of naar mij persoonlijk, dfase@badminton.nl. Dus hierbij de uitnodiging om daarover mee te denken. Wil ik nu heel graag het woord geven aan Helena. Ja, goedenavond allemaal. Ik wilde eigenlijk beginnen met een vraag van wie dat er van jullie bij handopsteking iemand kent met de ziekte van Parkinson. Mag je even een handje opsteken? Nu zijn we wel met een iets kleinere groep dan ik verwacht had. Maar toch, altijd even leuk om te weten, heb je iemand in de familie of een kennis of een vriend met de ziekte van Parkinson? Want er zijn namelijk best veel mensen, ik zie er nou toch 2 handjes oppoppen. Die toch wel iemand kennen met de ziekte van Parkinson, 3 zelfs, kijk. De ziekte van Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. Het is echt een enorme opmars mee bezig. En we hebben momenteel meer dan 50.000 mensen in Nederland die last hebben van de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij een tekort optreedt aan het stofje dopamine in de hersenen. En daardoor krijgen die mensen heel veel last eigenlijk, of gaan ze minder vlot bewegen.
Maar zijn er ook een hele hoop andere problemen die optreden? Bijvoorbeeld problemen met het denken, problemen met het slapen, problemen met de stemming. En er is helaas eigenlijk nog geen oplossing voor de ziekte van Parkinson. We hebben daar nog geen echte goede behandelingen voor. Maar heel interessant is eigenlijk onderzoek geweest van eigen bodem, van Nijmegen zelfs onder andere. Die heeft aangetoond dat sporten juist kan helpen om de ziekte van Parkinson af te remmen. En daar hebben ze een studie gedaan met twee groepen. Een groep die ze actief aan het sporten zetten en een groep die ze eigenlijk gewoon stretchoefeningen lieten doen. En dan zagen ze dat die mensen die actief gingen sporten minder snel achteruit gingen dan de mensen die gingen stretchen. En dat dat ook echt een soort veranderingen in de hersenen teweegbracht. Dus er zit echt wel heel veel potentie in het bewegen krijgen van mensen met Parkinson. Het probleem daarbij juist is dat voor die mensen met Parkinson het juist door hun ziekte moeilijker is om te bewegen. En dat ze bij de reguliere sportaanbod eigenlijk niet aan te pas komen. En waarom is badminton dan nu zo interessant? Wel, het fascinerende van badminton en ook van andere racketsporten is dat door te badmintonnen een soort een reflexboog wordt getriggerd die via een ander pad in de hersenen gaat, die minder aangetast is door de Parkinson. En dat is misschien best een moeilijk concept, want ik kan daar later eventueel nog wel wat meer over vertellen. Maar er zit een soort reflexboog waardoor als iemand een shuttle ziet afkomen, dat ze plots veel vlotter gaan bewegen dan dat ze zelf eigenlijk het initiatief moeten nemen om die stap voorwaarts te zetten. Ja, en dat is gewoon heel tof om te gaan triggeren, om mee te nemen, om die mensen aan het bewegen te krijgen. Ja, en daarnaast is gewoon badminton ook gewoon een heel veelzijdige sport, waar dat coördinatie in zit, waar dubbeltaken in zitten, veel dingen, twee dingen tegelijkertijd doen, snelheid, balans, zijn eigenlijk allemaal aspecten die heel belangrijk zijn om te trainen voor mensen die last hebben van Parkinson. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik samen met Clark Nowak en Joop Spekebrink in 2022 begonnen ben met het initiatief om badminton aan te bieden voor mensen met Parkinson bij ons in de club bij BC Marieke. En even misschien over Joop en Clark en mezelf iets vertellen. Joop is de meest linkse persoon op deze foto. Joop Spekebrink is eigenlijk heel zijn leven al badminton trainer of sporttrainer. Heeft ook bij de bond gewerkt overigens. En heeft nu sinds meer dan 10 jaar zelf de ziekte van Parkinson. Dus hij is eigenlijk een beetje onze ervaringsdeskundige in dit team. Dan midden zie je Clark Nowak. Clark is docent zorgtechnologie aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En gewoon een hele toffe, enthousiaste man met ook een hart voor mensen met Parkinson. Dus die was heel enthousiast om mee te gaan in dit project. En dan rechts zie je mezelf staan. Ik ben zelf neuroloog in opleiding en heb recent een promotie afgerond over de ziekte van Parkinson. En speel sinds jaar en dag zelf eigenlijk badminton en geef training. Dus daar is de interesse eigenlijk ook wat uitgegroeid, zeg maar, om dit te starten. Dus we zijn in oktober 2022 begonnen en in een jaar tijd eigenlijk uitgegroeid tot een volle groep van 14 Parkinsonners. Met zelfs nog mensen op onze wachtlijst, omdat we gewoon door capaciteit niet meer mensen kunnen aannemen nu op het moment op de plek waar we trainen. Maar iedereen is echt super enthousiast hierover. We trainen elke maandagavond in de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen. Met een groepje dus. Ze zijn eigenlijk momenteel nu bezig van 8 tot 9. Dan doen we altijd eerst een half uurtje dat we een training geven die we specifiek hebben ontwikkeld voor mensen met Parkinson, waarbij we inzoomen op één soort slag meestal. De slag van de dag is dat dan. En een half uurtje meer wedstrijden, spelvormen. En stevast sluiten we af met koffie en thee. Ook een heel belangrijk aspect waar ik later over ga vertellen. Nu had Tim gevraagd van, goh, wil je niks komen vertellen hè, over wat jullie juist doen? Hoe doen jullie dat dan? Hoe begin je daaraan? Dus ik heb voor jullie 5 tips, zeg maar, samengevat. Dat ik dacht van, oké, ik hoop dat dit kan inspireren waar hou je nu rekening mee? Hè, als je zo'n training wil geven voor mensen met Parkinson of met andere aandoening. Dus ik hoop dat het ook echt kan inspireren om en misschien andere beweeggroepen aan de slag te gaan.
Dus daarvoor heb ik vijf tips proberen samen te vatten, maar ik heb nog veel meer informatie, dus als het nodig is, kan ik nog lang blijven vertellen. Ja. Even kijken. Nou, de eerste tip die ik wil aanhalen is het belang van een goede opwarming voor deze doelgroep. Zeg maar. En die opwarming, hè, dus we weten van mensen met Parkinson dat ze juist stijver zijn, dat ze gespieren en gewrichten juist wat stijver zijn, dat ze moeite hebben om te bewegen. Dus belangrijk om die echt los te maken ook aan het begin van de training. En wat ik daarvoor gevonden heb, is eigenlijk, ik heb gebruik gemaakt van de power moves. En die zie je hier een klein beetje. Power moves zijn eigenlijk oefeningen die specifiek ontwikkeld zijn voor mensen met Parkinson. Waar fysiotherapeuten heel veel gebruik van maken. Om eigenlijk in opbouwende stappen heel het lichaam te gaan stretchen en te gaan activeren. Echt beetje bij beetje. En die heb ik eigenlijk omgebouwd naar de badmintonslagen. Dus als je nu bijvoorbeeld inbeeldt, slag van de dag is voor en lop, zeg maar. Dan beginnen wij onze training met eerst reiken echt naar die voorhandkant. En telkens iets verder, omdat zij hun bewegingen, de neiging hebben om bewegingen te klein te maken. Dus je wilt eigenlijk die bewegingen juist groot maken en ze stap voor stap de bewegingen aanleren. Dus we beginnen dan echt met rekken naar de voorhand, met de juiste grip uiteraard. Hè. En dan komt er ook uiteindelijk een stap bij, die we ook telkens iets verder proberen zetten. Uiteindelijk komt de slag erbij en we maken de oefening eigenlijk actiever en actiever. Misschien ook afwisselend met de backhand. En dat ze al moeten schakelen in hun hoofd van voorhand, backhand, voorhand, backhand. En zo leren wij eigenlijk de badmintonslagen aan op een manier die eigenlijk heel goed werkt. Want ik moet zeggen dat ze dit echt ongelooflijk goed doen. Dat is zonder shuttle en worden ze tegelijkertijd heel warm van. Dus dat is eigenlijk de eerste tip die ik mee wil geven. Het belang van een goede opwarming. Tweede is dat het belangrijk is voor deze groep om rekening te houden met problemen met het denken. Dus in het begin van mijn praatje kondigde al aan, hè, dus dat mensen die alleen last hebben van bewegen, maar dat vaak het denken ook wel wat vertraagd is. Dus niet bij iedereen, maar toch best wel bij veel mensen hebben daar problemen van mee. Dus het is echt ook wel belangrijk als je om de oefeningen eenvoudig te houden en de uitleg ook eenvoudig te houden. En de oefeningen steeds voor te tonen, hè, dat ze echt een beeld kunnen vormen. Oké, wat wordt er nu juist verwacht? Maar daarnaast is het ook juist leuk om ze daar een beetje in uit te dagen. Hè, omdat dat denkproces ook juist getriggerd moet worden en dat we daar ook een soort brain training op kunnen doen. En daarvoor leent badminton zich eigenlijk ook gewoon heel goed. Dus wat ik bijvoorbeeld soms doe, is echt van die spelletjes dat ze over moeten tikken en hardop mee moeten tellen dat ze aan het overtikken zijn. En dan gaat het stapje moeilijker en dan moeten ze bijvoorbeeld in tafels van 2 vooruit tellen of in tafels van 3 of achterwaarts beginnen tellen. Hè. En zo probeer je eigenlijk ze mentaal tijdens het badminton mee uit te dagen om juist die hersenen mee te gaan trainen. Of wat ik bijvoorbeeld ook doe is. Dan zeg je van een oefening op lob, net erop. Dan gooi je, als je een witte shuttle aangooit, moet je hem ver weg spelen. Als je een gele shuttle aangooit, moet je kort spelen. En dan moeten ze heel snel gaan schakelen. Dus dat is het tweede wat ik meegeef. Als de derde tip is om heel goed rekening te houden met de balans van deze mensen. We weten dat mensen met Parkinson juist last hebben van balansproblemen en vaak ook juist de achterwaartse balans. En daar is badminton helaas wel een beetje tricky voor, want je krijgt snel een shuttle over je heen en wat is de eerste reflex, wat ook hè, wat hogere klasse spelers gelukkig al wat zijn afgeleerd, maar de beginnende spelers snel doen, is achterstevoren kijken en dan helemaal achterwaarts naar achteren lopen. En dat is best gevaarlijk als je juist minder reflexen hebt in die achterwaartse beweging om dan te gaan vallen. Dus dat is wel iets waar wij heel bedacht op zijn en waar wij ook echt veel op oefenen. Dus wij doen echt veel oefeningen op echt dat indraaien en dan met chassé-pas achterwaarts lopen, zodanig dat ze hopelijk die reflex afleren om achterwaarts naar de shuttle toe te lopen. Ja, en daarnaast hebben we ook gezegd van we passen het veld aan, we maken het veld wat korter, dus het achterveld telt niet mee. Zodanig dat de stimulans om echt diep te spelen, ver te spelen, ook wel wegvalt en dus het veld kleiner wordt.
En daarnaast zorg ik ook wel dat ik mijn deelnemers op voorhand toch een klein beetje screen. Dat ik weet dat ze niet te valgevaarlijk zijn als ze willen meedoen aan onze trainingen. Want het laatste wat we eigenlijk willen hebben is dat mensen tijdens onze trainingen zouden vallen. Tip 4, en dat is misschien nog wel echt de belangrijkste, is het spelplezier en het sociaal aspect van de trainingen. Want dat is echt niet te onderschatten wat dat doet, wat een effect dat heeft. Mensen met Parkinson raken toch vaak wat sociaal geïsoleerd en hebben moeite om naar buiten te komen. En dit kan echt, en ze moeten eigenlijk juist gaan bewegen. Dus dit kan echt, badminton is gewoon een leuk spelletje, weet je, en iedereen heeft er plezier in. En zonder dat ze eigenlijk met de Parkinson bezig zijn, want we leggen de nadruk echt wel op het badmintonnen en ze moeten ook wel gewoon goed badmintonnen van ons, laten we ze toch eigenlijk met die Parkinson gaan trainen. Ze proberen ook altijd in onze oefeningen een soort spelelement te steken. De half uurtje van de training om vrij te spelen is echt heilig, want dat vinden ze enorm belangrijk, dat ze ook echt even gewoon met elkaar lekker kunnen potten spelen. En dan afsluiten met koffie en thee is ook een heel belangrijk aspect hiervan. Want je ziet dat die mensen echt heel veel aan elkaar hebben. Dat zij, het is echt een heel hechte groep geworden, die 14 mensen ondertussen. Die trekken zich echt aan elkaar op en de gesprekken komen eigenlijk achteraf dan, hè, na de training. Dus het is echt een belangrijk ding om mee te nemen, om die koffie en thee niet achterwege te laten als je zoiets opstart. En denk dat dat voor niet alleen voor Parkinson zo is, maar voor heel veel diversiteitsgroepen, dat deel ook niet te onderschatten is. En dan als laatste, stel je zegt van, goh, ik vind het ook tof om daarmee aan de slag te gaan, ook iets met Parkinson te doen, maar ik vind het toch maar een beetje eng, of ik weet niet goed waar te beginnen, heb ik een heel goede tip, want Parkinson Net heeft een soort e-learning opgesteld om sporttrainer te worden voor mensen met Parkinson. Dus die kan je dan volgen. Die geven eigenlijk heel goede tips van waar je dan eigenlijk rekening mee moet houden. Een beetje zoals ik nu verteld heb, maar dan meer algemeen, zeg maar voor algemeen sporten met Parkinson. Ik heb hier even de link ingezet voor als iemand geïnteresseerd zou zijn. Die kunnen we ook later wel delen. Maar stuur in elk geval, mail mij, bel mij, kom een keer langs. Als je zegt van ik vind het tof, ik wil het eigenlijk wel een keer zien, misschien moet ik ermee aan de slag. Ik heb ook best wel wat documentatie op papier staan die we kunnen delen voor mensen die geïnteresseerd zijn. Dus ik hoop dat dit kan inspireren om iets gelijkaardigs te doen met Parkinson of met andere groepen. Ja, super, dankjewel. In de tussentijd zijn er al wel een aantal vragen gesteld in de chat. Ik dacht, ik ga je nog even niet onderbreken, want je was druk in de tips nog. Maar ik ga ze nu gewoon even één voor één langslopen. Van Ivo kregen we eigenlijk twee vragen in één. Hoeveel begeleiders zijn er aanwezig bij het PBWT bij jullie? Ja, we hebben nu. We proberen altijd dat er minstens twee trainers aanwezig zijn. We hebben een tijdje ook echt met drie trainers gezeten, maar we hebben eigenlijk gezegd dat twee op dit moment voldoende is. Het is wel fijn om één paar extra ogen te hebben, ook als er bijvoorbeeld met één iemand iets zou gebeuren of zo, dat je wel gewoon één iemand extra hebt nog voor de rest van de groep. En of ze een speciale opleiding gevolgd moeten hebben. Ja, dus die e-learning doen we wel echt soort verplicht voor mensen die mee willen helpen, dat ze daar een idee van krijgen. En verder proberen we mensen echt gewoon mee te nemen in het proces en aldoende te leren. Ja. Oké. En dan een andere vraag van Bram. Zijn het vooral mensen die al gebadminton hebben in het verleden, of juist helemaal niet? Of verschilt dat juist misschien? Ja, heel wisselend. We hebben een paar mensen die inderdaad wel in het verleden hebben gebadminton. En juist bij die mensen zie je vaak dat is ook nog meer die reflexboog waar ik het over had, wordt getriggerd. Dus omdat het een soort oud programma is dat dan terug opnieuw geactiveerd wordt. We hebben ook heel veel mensen die helemaal nog niks met badminton gedaan hebben. Eigenlijk de meerderheid heeft helemaal nog niks met badminton gedaan. En zelfs een paar mensen die nog nooit echt veel gesport hebben in hun leven. Dus dat is wel leuk dat we die ook kunnen aanspreken hiermee. Super. Ja. Zijn er nog andere vragen voor Helena?
Ja, ik ben vooral persoonlijk nog wel benieuwd van, stel nou, ik ben voorzitter van de vereniging en ik wil hier heel graag mee beginnen. Nou, dan is in ieder geval de e-learning hele mooie om mee te beginnen. Maar hoe verder? Want jij bent natuurlijk ervaringsdeskundige. Jij weet precies wat je moet doen, wat je kan doen met deze groep. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedere vereniging een neuroloog in opleiding heeft rondlopen. Wat zou je daartegen willen zeggen? Wat zou je ze adviseren? Ja, ik kom vooral gewoon eens langs, denk ik. Want het zien en doen heeft het meest blijvende effect. En ik heb dus ook wel wat dingen op. Er zijn wat dingen op papieren aan het zetten. Van hoe bouw je dan zo'n training op? Of die power moves, zeg maar. Hoe doe je dat dan? Waar hou je rekening mee? Voor de verschillende slagen hebben we een aantal oefeningen die we aan het opzetten zijn. Dus die zijn we op papier aan het zetten. Dus als je geïnteresseerd bent, dan mail mij en dan kijken we even of we die kunnen delen. Oké. En zou je dan jouw e-mailadres willen delen of zal ik dat dan achteraf doen? Dat mag Ja, we natuurlijk. hebben zelfs een e-mailadres van onze T-badminton. Oké. Ik zal die even in de chat zetten. Ja, dat is goed. En nog eventjes, want je hebt het volgens mij wel genoemd, maar jullie trainen op maandagavond van 8 tot 9, hè? Ja, dat klopt. Oké. Zijn er in de tussentijd nog andere vragen bij mensen omhoog gekomen? Nou ja, mocht dat dus op een later moment komen, het e-mailadres van Helena staat hier in de chat. De opname zal ook later gedeeld worden. Mocht je het vergeten zijn of er niet bij kunnen of wat dan ook, neem even contact met ons op. Dan brengen wij jou er in contact met Helena. Dus dat gaat sowieso goed komen. Ja, we hebben. Het is inderdaad wel leuk om eventjes te zeggen nog. Ik zie dat Helena de link al heeft gedeeld. Maar we hebben al eerder ook een keer een item gemaakt bij BC Marieke over het P-badminton. Dat is ook zeker een aanrader om even terug te kijken. Dat is volgens mij de tweede link. En de eerste link, dat is een filmpje wat jullie zelf ooit hebben gemaakt, toch? Nou, dat is van Parkinson TV. Dus Parkinson TV is een soort initiatief waar ze elke maand een televisieuitzending maken over één aspect van Parkinson. En daar hebben ze ook over Parkinson en bewegen ooit een uitzending gemaakt waar ze bij ons langs zijn gekomen. En een stukje, de link gaat echt naar, spoelt even door in het filmpje, maar daar komt nog een deel in voor waar dat een van onze spelers, zeg maar, uitleg geeft. En dat je ook even gewoon een beeld kan vormen bij wat. Hoe ziet het er dan nu uit? Daar had ik nu net in die 10 minuten geen tijd voor om die filmpjes te laten zien. Ja. Ja, de tijd is inderdaad beperkt wat dat betreft. We hadden het in de bespreking vooraf er al over en toen hadden we het er al over dat we eigenlijk gewoon een hele dag kunnen vullen op dit onderwerp. De tijd hebben we niet en ik denk ook niet dat we daar nu iedereen mee moeten belasten. Maar ja, voor nu denk ik super fijn. Dankjewel voor alle tips en voor de achtergrond die je gegeven hebt. Ja, En ook ja, graag uitnodigingen iedereen, als je vragen hebt, nou ja, benader Helena. Ze kan je ongetwijfeld ontzettend goed helpen om het bij jou op de vereniging ook op te gaan zetten. En zoals je hoort, er is animo genoeg, in ieder geval in Nijmegen en omgeving. Dus ja, maak gebruik van de kennis, zou ik zeggen. Ja, en trouwens ook als je zegt van hoe ga je dan op zoek naar leden of zo, er is van de Parkinson-vereniging ook een sportwijszoeker of sportwijzer of iets dergelijks, waar dan mensen met Parkinson echt kunnen gaan zoeken van waar is er beweegaanbod specifiek voor mensen met Parkinson. Dus zo krijgen we ook best wel wat aanmeldingen binnen die gaan zoeken van oké, wat is er nu specifiek voor mij voor Ja. handen. Ja, super. Dankjewel, Helena, voor je verhaal over P-badminton. En nou, ik hoop dat het geïnspireerd heeft en dat anderen er ook mee aan de slag gaan. Voor mij dan nu tijd om door te gaan naar de volgende gastspreker. En dan wil ik graag Emma het woord gaan geven. Ja, ik heb ook een kleine presentatie gemaakt. Oké, ja. Maar die heb ik niet naar je gemaild, want die heb ik nog niet zo lang af. Dus als ik het scherm kan delen, dan. Volgens mij kan jij gewoon het scherm overnemen. Als je nu weer presenteren klikt, dan denk ik dat je hem gewoon overneemt. En anders. Kijken. Moet ik. Kan ik gewoon even kijken hoor, nu delen. Venster op scherm selecteren.
Excuses hiervoor. Even kijken, als ik hem dan op presenteren zet, kunnen jullie dan mijn scherm zo zien? Of zien jullie nog PowerPoint randje? We zien het goed, dankjewel. Ja. Oké. Ik ook hoor, ja. Oké, dankjewel. Nou, ik ben dus Emma. Ik speel bij een club die Rudran United heet in Eindhoven. Die club... Wacht, ik ga eerst even door. Ik ga het hebben over de club Rudran United en dan een aantal spelerscategorieën die we daar hebben, om het zo maar te zeggen, de competitie en hoe dit verhaal van meertaligheid in diversiteit en inclusie past. Rudran United is een club die is opgericht in 2020, midden in de pandemie. Het is een club die opgericht is voor expats in het beginsel. Het is ook opgericht door iemand die al heel lang in Nederland woonde, maar die wel voor studie en daarna voor werk in Nederland was gebleven. En die wilde graag iets doen. Die zag dat er heel veel mensen in de omgeving waren die het zochten om te gaan badmintonnen, maar die eigenlijk niet echt een weg konden vinden om bij een club terecht te komen, omdat er vaak die taalbarrière was. Daarnaast had hij zelf ook een droom om een club op te richten en dan veel voor jeugd te doen, veel kwaliteitstraining te kunnen geven enzovoort. Uiteindelijk, op dit moment in ieder geval, is er een samenwerking met hoofdtrainer Ellie Mambwe, die uit Zambia komt. En die ook daar goed op zijn plek is. Ellie zelf spreekt beter Nederlands dan dat hij durft toe te geven, volgens mij. Maar spreekt eigenlijk doorgaans met name Engels met iedereen. Maar hij verstaat een aardig woordje Nederlands. Maar heeft zelf ook best wel vaker tegenaan gelopen dat bepaalde informatie niet beschikbaar is in het Engels of alleen beschikbaar is in het Nederlands, waardoor er toch vrij veel informatie verloren gaat. Dan de trainingen, seniorentraining. De voertaal is Engels. En dat komt, ik ga weer even terug naar de vorige slide. De mensen, de spelers die er zijn in deze vereniging, komen van over de hele wereld, om het zo maar te zeggen. We hebben spelers uit China, India, Litouwen, Hongarije, Rusland, Portugal, Pakistan, Taiwan, Zuid-Afrika en Nederland heb ik er niet bij gezet, maar die zijn er ook. En dan moet er een manier zijn dat iedereen met elkaar kan communiceren. En dat is dan Engels. Er zijn ook mensen uit spelers uit India die zo verschillende dialecten spreken dat ze geen... Ik dacht altijd, als je uit India komt, dan spreekt iedereen wel een vorm van Hindi. Zoals in Nederland spreekt iedereen een vorm van Nederlands. Waardoor als iemand die in Drenthe is opgegroeid in Limburg kom op een toernooi en ik communiceer dan met iemand, ik vind dat ik zelf redelijk aardig Nederlands spreek, maar ik heb toch wel op een toernooi meegemaakt in Limburg, dat met opgetrokken wenkbrauwen werd aangekeken en een paar keer om herhaling werd gevraagd van wat ik nou eigenlijk zei. Maar dan kwamen we er toch wel uit, uiteindelijk. Maar in India, heb ik begrepen, is dat nog extremer, tot het punt dat als iemand uit het zuiden komt, is dat echt een heel andere taal dan wat er in het noorden wordt gesproken. Dus die mensen, ook al komen ze uit hetzelfde land, die spreken ook Engels met elkaar. En hoe dat in de praktijk gaat op een trainingsavond, het ligt eraan wie met wie traint. Want soms dan zijn er mensen die dezelfde taal spreken. Er zijn aardig wat mensen die Chinees spreken en die dan, als het zo uitkomt dat die samen trainen, dan
spreken ze in het Chinees met elkaar. Maar komt er iemand anders bij staan? Of komt er komt de hoofdtrainer erbij staan? Dan gaat iedereen weer over in het Engels. En als er een oefening onduidelijk is en iemand weet, wij spreken dezelfde taal, of wij kunnen ook in een andere taal communiceren dan Engels, dan wordt er wat toelichting gegeven in de taal die, die de mensen onderling goed kunnen verstaan met elkaar. Dus op die manier worden er bruggetjes gebouwd. Soms dan komen er 2 of 3 talen aan te pas om een boodschap goed te kunnen overbrengen. Maar dat is wel in het beginsel waar het dan om gaat. In mijn beleving in elk geval. En ik heb de indruk dat het voor de spelers ook een belangrijk aspect is. Dat betekent het feit dat iedereen Engels spreekt. Betekent niet dat mensen geen Nederlands kunnen. Er zijn heel veel van de spelers die vrij goed Nederlands spreken, maar die zich dan meer comfortabel voelen met Engels spreken. Of die juist in hun vrije tijd meer willen ontspannen en minder willen hoeven nadenken over een taal die ze misschien wat minder goed beheersen. Of waar ze misschien wat onzeker over zijn. Nog. Dat is ook een factor wat meeweegt. Dan, bij de jeugdtraining. Ik ben zelf ook een van de jeugdtrainers. We hebben een heel aantal jeugdtrainers rondlopen. Ellie is ook hoofdtrainer bij de jeugd. Maar we hebben heel veel verschillende talen daar rondlopen ook. Zo hebben we iemand uit Vietnam rondlopen die Vietnamees en Engels spreekt. We hebben dus Ellie die allerlei dialecten spreekt die ze in Zambia spreken. Maar hij is de enige lid die die talen kan. Dus dat, hij houdt het bij het Engels en soms een woord Nederlands. Ik loop er rond, ik spreek Engels, Nederlands en Deens. Helaas zijn er geen Deense spelers, dus ik houd het bij Nederlands en Engels. Dan hebben we nog iemand die Chinees spreekt. Sorry, Mandarijn spreekt en Engels. En ook een woordje Nederlands spreekt. Nou, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Hij spreekt ontzettend goed Nederlands. En moet ik even goed nadenken, want er zijn wat wisselingen geweest de laatste tijd. En dan hebben we nog iemand die Nederlands en Engels spreekt. En dan soms komt er iemand helpen en dat schuift het weer wat op allemaal. Maar op die manier hebben we dus een hele reeks van verschillende talen rondlopen. Bij jeugdspelers die van alles door elkaar heen spreken. Er zijn spelers die toelichting moeten krijgen na een uitleg wat in het Engels wordt gegeven. Want bij de jeugdtraining is de voertaal ook Engels. En er zijn ook spelers die het prima gewoon kunnen volgen als het in het Engels gaat. De meeste van de kinderen die bij deze club spelen, die komen ook van families van expatgezinnen. En die gaan naar de internationale school waar ze zowel Nederlands als Engels leren. Dus wat ik doe, omdat ik ook de optie heb om Nederlands te spreken, is dat ik vaak aan de jeugdspelers vraag van, wat heeft jouw voorkeur? Wat wil jij het liefste spreken? En dan soms dan krijg ik het antwoord dat ik wil graag Engels spreken, want ik moet de hele tijd thuis ook Nederlands spreken, want mijn ouders willen zo graag Nederlands met mij oefenen. En ik word er zo moe van, dus ik wil heel graag Engels praten, want dat vind ik veel makkelijker. En soms dan zeggen ze gewoon, ik mag ook in het Nederlands, of mag ook in het Engels, of mag, ik spreek ook deze taal, maar die kan jij waarschijnlijk niet. En dan zeg ik vaak, je hebt gelijk. Dus wij vinden op die manier vaak een manier om toch met elkaar te communiceren. Bij kinderen kom ik heel af en toe ook tegen dat er iemand binnenkomt die letterlijk een paar weken nog maar in Nederland is en geen Engels spreekt en ook geen Nederlands spreekt. En dan wordt het wel ingewikkeld. Als er dan iemand anders rondloopt die dezelfde taal spreekt, als die het kind spreekt, kan er op die manier nog een bruggetje gebouwd worden. Maar dan moet de uitleg via dat kind gaan. En hoewel dat een interessante manier is om problemen op te lossen, komt de
zeg maar, de uitleg komt niet altijd goed over. Niet zo accuraat als het bedoeld is vanuit een trainer, zeg maar. Voor volwassenen is dat natuurlijk ook zo. Maar er is vaak iets meer flexibiliteit in mogelijk. En er is iets meer... volwassenen hebben doorgaans een iets groter vocabulaire dan kinderen. Dus dan is het iets, ja, iets toegankelijker om een correcte uitleg over te dragen, zeg maar, op die manier. Via een derde persoon, zeg maar. En even denken. Ja, dus we vragen de spelers eigenlijk altijd zelf. Om wat vind jij het makkelijkste? En als die optie er bestaat in ieder geval. En dat werkt eigenlijk altijd wel. En soms dan kom ik er ook ineens achter dat kinderen eigenlijk stiekem vloeiend Nederlands kunnen. Omdat ze dan een gesprek in het Nederlands meeluisteren. En dan gewoon in het Nederlands antwoorden. Maar dan laat ik ze alsnog zelf kiezen. Want soms dan zijn kinderen ook nog een beetje verlegen om Nederlands te gaan praten. Of om ineens taal te wisselen. Dus vaak... alsof er een hele nieuwe wereld wordt betreden als je in een andere taal overstapt. En dat is spannend voor heel veel mensen. Even denken of ik hier nog iets bij wil zeggen. Ja. Het kan ook hen helpen natuurlijk om, dat is voor alle leden zo. Iedereen kan op deze manier een taal trainen op zich. Er zijn heel veel jeugdspelers die hun Engels verbetert heel erg in deze club. Maar zo zijn er ook heel veel jeugdspelers waar als er Nederlands mee wordt gesproken, dan verbetert hun Nederlands. Er zijn heel veel trainers voor wie hun Engels veel verbetert. Omdat zij dingen moeten uitleggen in het Engels. En de competitie. Ik ben heel trots op deze animatie overigens. Hoe dat is opgelost, want het afgelopen jaar heeft de club een voorlichtingsavond georganiseerd voor de leden, omdat er werd gemerkt het jaar daarvoor in de competitie in de Helmondsbond werd competitie gespeeld toen. En men wist niet zo goed hoe dat dan eraan toe ging. Dat is opgelost door een voorlichtingsavond te organiseren waarin werd verteld hoe gaat zo'n competitie nou eigenlijk? Wat kan je erin verwachten? Wat zijn de etiketten eromheen? Wat gebeurt er nou eigenlijk bij zo'n competitiesituatie? En dat is letterlijk een fysieke... waar iedereen in persoon werd uitgenodigd, ook om een team te ontmoeten. Heel veel mensen die hadden elkaar wel gezien op een speelavond, maar dit was dan de eerste keer waar iedereen samen ging zitten. Er werden drankjes verzorgd en dan werd er gewoon een presentatie gehouden, zoals ik nu geef. Waarin werd verteld van nou, dit is hoe het eraan toe gaat. En dit is het systeem wat daarachter zit. En dat is gedaan omdat... die informatie dus niet in het Engels beschikbaar was. Dus het is, ja, in de ervaring van mensen is het verteld. En het is, als je het één keer hebt meegemaakt of één seizoen hebt meegemaakt, is het vrij toegankelijk goed te begrijpen. Maar als je erin valt, ik heb mijn teamgenootjes van het afgelopen seizoen, er zaten een paar tussen die het voor het eerst deden en die vonden een aantal dingen... die zeiden, moeten we nou echt nazitten? Want dat vind ik echt... ik ben zo moe, ik wil graag naar huis, ik wil graag douchen. Wedstrijden zijn toch voorbij. Ja, het hoort er natuurlijk wel bij om even na te zitten. En om iets lekkers mee te nemen. Dus dat soort dingen werden gewoon verteld. En daar heeft iedereen dan nog steeds zijn meningen over. Zo is dat toen opgelost, omdat de documenten niet beschikbaar waren in een andere taal dan in het Nederlands. Even kijken. Ja, en dan in de competitiesituatie zelf, hoe er met die meertaligheid werd omgegaan, dat was een heel
ander onderwerp op zich. In de competitie zijn er namelijk ook mensen die helemaal geen Engels spreken of die veel te argwanend zijn om Engels te gaan spreken. En er zijn ook mensen die hun mond niet kunnen houden als ze eenmaal Engels beginnen te spreken. Dus in de competitiesituatie was dat heel erg wisselend voor sommige mensen. Soms dan waren er spelers die geen Engels spraken en die zochten dan alleen maar de spelers op die wel Nederlands konden. En dan waren zij een soort van de representatiespreekpalen voor het hele team. De rest van het team werd dan ook redelijk genegeerd. En dat was een beetje een vervelende situatie soms voor sommige spelers. Maar ik heb ook verhalen gehoord van mensen die er dan achter kwamen dat hun teamgenootjes toch best wel een aardig woordje Nederlands konden. En iedereen geeft daar dan de ruimte voor. Want dan gaat het soms heel langzaam. Of iemand moet heel lang nadenken. Of grammatica is niet helemaal perfect. Maar zo werd het dan wel opgelost. En dan, kwam daar vanzelf ruimte voor. Maar dat is dus niet altijd het geval geweest. Dat zou ook niet altijd het geval zijn, verwacht ik. In onze ervaring in ieder geval, kan daar heel verschillend mee worden omgegaan. En soms betekent dat dat de gesprekken heel erg stilvallen aan tafel, of dat de gesprekken alleen maar binnen de teams blijven, omdat team A geen of niet goed genoeg Engels spreekt en team B van alles door elkaar heen spreekt. En soms dan is het een leuk geheel samen. Maar dat ondervinden we natuurlijk ook, laten we eerlijk zijn, als we alleen maar in het Nederlands communiceren. Soms. Afsluitend. Hoe past dit verhaal nou in diversiteit en inclusie? Hier hebben we in de kerngroep een keer een beetje een discussie over gehad. Want iemand zei, moet dit niet gewoon bij de afdeling communicatie liggen? En ik ben het daar natuurlijk wel mee eens. Waarom ligt het niet al bij de afdeling communicatie? Het feit is dat dat niet zo is. Dus dan moeten we het even op de agenda zetten. En dat, zo staat het nu op de agenda. Dus ik heb dit benaderd vanuit een inclusieperspectief in feite, waar het gaat om toegankelijkheid. Moet ik er wel bij zeggen dat het uitgangspunt van deze club is niet dat er Nederlands gesproken wordt, maar dat er Engels wordt gesproken. Dus in hoeverre hebben we het dan over meertaligheid, als er toch afgesproken is, zeg maar, dat er in één taal wordt gecommuniceerd, in principe. Voor veel mensen is het alleen de tweede taal die ze spreken, met waarmee ze opgroeien of die ze gebruiken. En dan is het nog steeds wel meertaligheid. Als het gaat om taal en om de communicatie ermee, want het is in feite een verhaal van hoe bewerkstelligen we nou eigenlijk succesvolle communicatie? En dat kan alleen doordat de boodschap die we willen overbrengen ontvangen wordt zoals we die hebben bedoeld. En dat is ook lastig soms in onze moedertaal. Laten we eerlijk zijn. en in die zin, als informatie wordt aangeboden in het Engels, in dit geval in ieder geval, dan hebben mensen vaak meer het gevoel. Dit heb ik, met leden gesproken in onze club. Die zeiden, als er nou berichten worden aangeboden in het Engels, of als er informatie wordt aangeboden in het Engels, dan heb ik ook het gevoel dat ik mee kan doen. En dan heb ik ook het gevoel dat ik ook besta als speler, zeg maar. En dat is ook waarom deze club, waarom Rudra United zo ontzettend veel leden heeft nu. Ik weet het precies aantal niet, maar ik weet wel dat er wachtlijsten zijn.
heeft ook met de regio te maken. Er zijn heel veel expats, badminton fans en badminton spelende expats in de regio Eindhoven. Dus dat is wel echt een gat in de markt geweest. Maar die mensen die zoeken niet zo snel langer bestaande badmintonclubs op, omdat er juist geen informatie beschikbaar is in het Engels. Of omdat er alleen maar Nederlands wordt gesproken. Dat heb ik al gezegd. Ik wil niet met dit verhaal zeggen, daar wil ik heel duidelijk in zijn. Ik wil er niet mee zeggen dat iedereen maar gewoon Engels moet gaan praten in plaats van Nederlands. Maar wat ik dus wel wil zeggen is, misschien is het nuttig om je af te vragen als club, als vereniging, hoe kunnen we, mochten er mensen willen komen, weten we dat er mensen in de omgeving zijn die willen badmintonnen of die geïnteresseerd zijn om te badmintonnen, maar die niet zo heel goed Nederlands spreken of het nog niet beheersen of niet gaan beheersen als mensen hier maar tijdelijk zijn. Hoe kunnen we dan toch een welkome omgeving voor hen creëren, dat zij zich uitgenodigd voelen om te kunnen komen spelen? En dat heeft Rudra United dus wel gedaan, maar de website is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands. Niet in het Nederlands en in het Engels, zo kan je het ook benoemen, maar de eerste website is in het Engels geweest en later is er een Nederlandse website gekomen. Dat is een hele simpele opstap in ieder geval om een website ook in het Nederlands of in het Engels te kunnen aanbieden. Ik zie dat ik al even aan het praten ben, dus ik kan ermee op gaan houden. Ik heb al gezegd wat ik had voorbereid. Het is een beetje een abrupt einde, maar ja. Nou, dankjewel in ieder geval, Emma. Het was in ieder geval een heel ander onderwerp dan net, maar ook super interessant. En we hebben het in de kern iemand over gehad. Dat is zeker wel een onderwerp is wat we moeten oppakken. In de chat zijn er een aantal vragen langsgekomen. De eerste was van Hans. Wat is de leeftijd van jullie jeugdspelers? Wat is de range een beetje? Even denken. De jongste is volgens mij 5. En dan hebben we ook, ik weet niet zeker hoe oud de oudste is, maar volgens mij hebben we ook spelers van 15. Ja. En we hebben een speler van 18, 19 jaar die bij de senioren speelt. Ja. En gaat het dan misschien, even voorbedurend hierop, met de spelers van 5 jaar of 6 jaar, gaat die communicatie dan net zo eenvoudig als met van 15 of 16 of juist andersom, hè, dat het beter gaat dan bij de oudere spelers? Als het gaat om taal, dan we laten ze altijd kiezen. Als de optie er is om ze te laten kiezen, dan we hebben nu ook een trainer rondlopen die met een 5-jarige speler, dus zeg maar zelf de, hoe zeg je dat, moedertaal spreekt. En dus die communiceren in die taal, dat gaat natuurlijk het meest optimaal. Maar als hij met mij praat, dan gaat het vaak in het Engels, omdat hij dat beter beheerst dan Nederlands. Maar hij is ook Nederlands aan het leren, dus over een jaar gaat dat waarschijnlijk net zo makkelijk als in het Engels. Ja. Dus het is een beetje lastig zeggen, omdat het eraan ligt hoeveel lessen al op school hebben gehad, zeg maar, hoe lang ze in Nederland zijn, hoeveel onderwijs ze erin hebben gehad. Ja, duidelijk. Een vraag van Helena. Spelen er alleen maar internationals in jullie club of spelen er ook Nederlanders tegenwoordig? Ik heb een Nederlands paspoort en ik speel er ook. Dus dat is in ieder geval 1 Nederlander al. Ja. Er spelen zeker ook mensen uit die uit Nederland komen. Maar wel, Nederlanders zijn wel in de minderheid. Duidelijk. Dan heeft Bram in het tussendoor een opmerking gezet. Mag ik misschien even daar nog op inhaken? Ja. Ja, in je ideale inzicht, Emma, zou je meer Nederlandse spelers willen hebben in je club? Of zeg je van, nou, dit is wel gewoon een goede verhouding? Ja, mij maakt het niet zoveel uit hoor. Ik denk dat dat meer een vraag is voor de organisatie. Ik denk,
Ik denk het feit dat er een Nederlandse website gebouwd is naast dat er een Engelse website bestaat, is dat er wel meer vraag is naar ook Nederlandse spelers. En in die zin ook een soort lokroep, zeg maar, van kijk, wij zijn ook open, nou ja, eigenlijk wat ik net zei, als er een Engelse website bestaat voor een vereniging, dan wordt het meer aantrekkelijk voor internationals om bij een club te komen spelen. En op deze manier is dat gedaan voor Nederlanders. Omdat je eigenlijk, als je naar inclusie zou willen gaan, dan zou je misschien juist willen dat die twee groepen zich goed gaan mengen en dat Nederlanders hen ook op sleeptouw kunnen nemen, zeg maar, hè, om zich thuis te voelen in de Nederlandse samenleving. Ja. Dus ik vroeg me af van, hè, ja, misschien is het wel leuk om juist nog die twee nog meer te gaan mixen. Ja, misschien, ja. Ja, als je ideeën daarvoor hebt, dan kan ik je naar de eigenaar van de club doorverwijzen. Dan hoort hij die ideeën waarschijnlijk graag aan. Nou, Helena, gelijk dan je volgende vraag die je nog in de app had gezet, in de chat. Vertaalapps is dat. Oh ja, inderdaad. Hè? Of dat jullie vertaalapps soms gebruiken in jullie training. Ik weet, ja, als arts gebruik ik soms gebruik van de Say Hi-app, omdat we toch ook wel vaak soms wat taalbarrières hebben. Dat jullie dat soms gebruiken of behandeld is tijdens de trainingen. Sorry, de gaat om een app? Ja, een app die heet Say Hi. Nou, ik kan hem helemaal aanraden als je hem nog niet kent. Maar het is een app waar je eigenlijk gewoon in het Nederlands bijvoorbeeld tegen kan praten. En je kan een taal selecteren en die gaat automatisch vertalen. Een beetje gelijk Google Translate, maar nog iets handiger. Dus je kan snel schakelen tussen de twee talen. Wauw, die kende ik nog niet. Wat gaaf. Nou, ik kan het aanraden, ja. Dank je wel. Nou, super. Gezien de tijd, ik ga even door naar de volgende vraag. Dat is een vraag aan mij van Helena. Is de website van Badminton Nederland al vertaald in het Engels? Nog niet. Dus dat is inderdaad een van de dingen waar we nu naar kijken. Maar de website van Badminton Nederland is heel uitgebreid. Dus als we alles moeten gaan vertalen, dan zijn we wel even bezig. Maar we hebben hier zeker aandacht voor. Het zou zomaar kunnen dat dit op vrij korte termijn wel wordt opgepakt, ja. Maar op dit moment is het antwoord dus dat het er nog niet is. Even door naar de volgende, die is van Stine. Als je over de competitie vertelt dat naast zit, dan heb je denk ik ook wel over cultuurverschillen. Merk je ook cultuurverschillen op de trainingen? Ja, die merk je altijd natuurlijk, denk ik, in mijn beleving. Maar niet dat er geclashed wordt of zo. Dus zijn als ik aan taal denk, dan zijn er soms wel, er worden opmerkingen gemaakt als mensen die uit India komen, hebben soms een andere manier van boodschappen in het Engels overbrengen dan Nederlanders dat soms doen. En Nederlanders hebben, als we Engels praten, nog vaak hetzelfde directe als wat er in Nederlands wordt gebruikt. En dat ligt soms een beetje te wringen bij internationals, zeg maar. Want dan denken ze, nou, dat is wel heel erg kort door de bocht. Of dat kan je echt niet maken, om dat zo te zeggen. En sommigen vinden het juist nog steeds te omslachtig. Dus, maar in... ik kan daar veel uitgebreider op ingaan. Maar ik heb een achtergrond. Ik ben van huis uit antropoloog. Dus ik kan hier uren over praten, maar dat zal dat nu even besparen, want we zijn al over tijd. Dus, we zijn al over de tijd, ja. Ja, nou dankjewel voor de toelichting. Ik zie dat Ivo ook een hele mooie ervaring heeft gedeeld en Bram had ook al een ervaring gedeeld. Dus dank jullie daarvoor. Ik wil nog heel eventjes terug naar Emma, jij natuurlijk ook hartstikke bedankt voor de presentatie. Hè. Super, super leuk, super waardevol. Alle ervaringen, alle inzichten. Ik heb nog één slide die ik jullie heel even wil laten zien. Dus ik ga nog heel even het scherm terugpakken. Wat een goede pakken. Ja, die. Want we hebben natuurlijk nu twee hele mooie verhalen gehoord. Twee praktijkvoorbeelden.
Mocht je nou zelf aan de slag willen met een van deze onderwerpen of met een heel ander onderwerp. Ik gaf eerder al aan, Badminton Nederland doet mee aan Onze Club is van Iedereen, OCIVI. En daar kan iedere vereniging in Nederland aan deelnemen. Dat is een kosteloos programma. Het is, wordt op maat gemaakt eigenlijk voor jouw vereniging. Want wat er gebeurd is, er wordt een intake aangevraagd. En die intake wordt dus op de club bij jou afgenomen. En de behoeftes en wensen van jouw vereniging worden daar in kaart gebracht. En op basis daarvan wordt eigenlijk een vervolgplan opgesteld. Hoe dat het beste op jouw vereniging opgepakt kan worden. En er zijn verschillende interventies, zoals ze dat dan noemen, die ingezet kunnen worden. Op het creëren van bewustzijn tot een hele praktische workshops met hoe ga je nou om met diversiteit. En dat is dus echt volledig afhankelijk van waar de behoeftes en wensen voor jouw vereniging liggen. Dat wordt begeleid door een procesbegeleider van Sport Professionals Network. Dat verloopt via NOC-NSF en het Sportakkoord. Dus wij doen als Badminton Nederland mee. Maar uiteindelijk hebben wij niet echt een hele actieve rol daarin. Behalve dan dat we jullie proberen te enthousiasmeren om aan het project mee te doen. En ermee aan de slag te gaan. Dus het gaat allemaal vanuit professionals in de procesbegeleiding. En ook alle interventies worden gedaan door specialisten op dat gebied. Als je wil deelnemen als vereniging zijnde aan OCIVI, neem dan contact op met je lokale sportadviseur. Of gewoon direct met ons, dan zorgen wij dat het in gang wordt gezet. En dan zal er een contact worden opgenomen voor een intake, waarna dan vervolgens een maatwerkprogramma zal worden vastgesteld, gezamenlijk met de vereniging, hoe verder op de onderwerpen die jullie graag willen. Dat wou ik nog heel eventjes meegeven ook voor de mensen die graag aan de slag willen, maar toch nog niet helemaal weten hoe. En dat was ook mijn laatste slide voor vandaag. En gezien de tijd wil ik hem hierbij gaan afronden. Wil ik jullie allemaal hartstikke bedanken voor de aanwezigheid. Emma en Helena nogmaals bedankt voor het delen van jullie ervaring en alle nuttige informatie die jullie hebben gedeeld. En mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op met mij of via info@badminton.nl of direct met Helena of Emma. En die helpen je ongetwijfeld graag verder. De PowerPoint gaan we delen, net als de opname, die gaan we beschikbaar stellen. Ik zal bij Emma de presentatie over haar stukje ook opvragen. Mochten er dan toch nog vragen zijn of informatie die gemist is, dan gaan we die alsnog beschikbaar stellen. Nogmaals hartelijk bedankt allemaal en ik wens jullie nog een hele fijne avond.